We hadden het net ook al even over banken. De heer Kamp, minister van Economische Zaken, heeft er ook iets over gezegd. Over de banken en hypotheken. Nou ja, als iedereen moet geloven, is in Nederland het dal bereikt. Iedereen weer helemaal makelmannetjes die staan weer te juichen. Maar om mysterieuze reden zijn er geen buitenlandse banken bereid om in Nederland hypotheken te verstrekken. Dus het gaat blijkbaar in Nederland zo goed dat die buitenlandse banken allemaal zeggen van nou, geef mij een portie maar een fikkie. Nou, deze bank wil ook graag geld verdienen. Dus blijkbaar is gezien vanuit het buitenland de situatie in Nederland ontzettend onaantrekkelijk. Want die buitenlandse banken willen niet eens op die Nederlandse markt actief zijn. Dat is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Want die zitten gewoon te kijken naar wat doen de prijzen, welke producten zijn er. Worden we betaald voor het risico dat we lopen? Nee. Dus ik zou zeggen dat het een heel goed argument, een sterk argument is om die verhalen van die makelaars in Nederland met een 25 kilo zout te nemen. Als de echte geldbewuste mensen niet in die markt willen stappen, dan is er iets mis hoor.